En welkom bij weer een nieuwe zondagvideo. Wat betekent een nieuwe hashtag Sinvi-video. Voor de mensen die nog niet weten wat dat inhoudt. Ik heb samen met Cindy een project opgestart waarin we 3 zondagen lang een deurtje zelf online gaan gooien. Vandaag is het 2e zondag en vandaag is het thema room. Ik wilde al best wel mijn tijd mijn kamer opnieuw doen, maar ik was er nooit echt aan toegekomen. En vandaag dacht ik, hey, ik ga het doen. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn kamer opnieuw heb gedaan. Dus veel plezier met kijken. Dit is hoe mijn kamer er eerst uitzag. Ja, echt, ik overdrijf niet. Het was zo onopgeruimd, zo ongeorganiseerd. Dus er moest even verandering in komen. Dus ik ging gewoon al mijn hoeken langs en ging die opruimen. Toen zette ik mijn vader aan het werk en hij ging voor mij mijn bureau wit verven. Dat vond ik gewoon veel vrolijker en lichter staan. Hij heeft het eerst geschuurd en daarna geverfd en ik ben er echt heel erg blij mee. Het ziet er echt super leuk uit. De volgende stap die ik ben ondergaan is dat ik ging shoppen. Ik ben naar de IKEA geweest en ik heb daar gewoon wat leuke dingen op gevonden. Uiteindelijk heb ik trouwens echt maar 1 ding gekocht. Mijn bureau is wel de plek die het meeste om is gegooid, vooral omdat ik ook mijn bureau heb geverfd. Ik begin eventjes met deze soort van confetti pompom string. En deze vind ik zo lenteachtig en ik vind hem echt er zo leuk uitzien. Ik pak dit pak tissuepapier van de Action. Nou ja, wat je doet, je vouwt je tissuepapier horizontaal dubbel. Dan knip je dit door midden. Dan leg je deze 2 stukjes op elkaar. En dan begin je met soort van strings te maken. Dus gewoon allemaal, ja, je ziet wel wat ik doe. Als ik hiermee klaar ben, haal ik de 2 stukken weer uit elkaar. En dan tel ik hoeveel strings ik heb gemaakt. En dan vind ik het midden van 1 van die stukken. Dit klip ik dan door midden en dan leg ik het weer zo op elkaar. Zodat we gewoon 2 van die stukjes met strings hebben. Dan begin ik te rollen. Ik begin onderaan en ik rol het gewoon best wel strak op. Niet te strak, maar gewoon een beetje op. Zodat het een soort van pompom wordt. Dan op een gegeven moment rol ik het helemaal strak en maak ik een rondje van. Hier doe ik dan een stukje plakband omheen. En dan heb ik een soort van pompom. Leg ik dan aan een touwtje en dan doe ik dat met veel verschillende dingen en veel verschillende kleuren. Ik had ook nog een gouden kleur. Die heb ik gewoon bij een andere plek gekocht, want ik wilde graag goud erbij. En ja, dan is je ding alweer af. Ik zet het op aan de muur en dan verdeel ik het. En het ziet er gewoon echt super leuk en lenteachtig uit. Can you see me right now? I'm coming closer, think I figured you out. Voor de rest van mijn bureau heb ik een nieuwe lamp gekocht. Deze is van Xenon. En ook zette ik mijn letter E in de rechterhoek. En met daarbij een mason jar met wat rozen. Dan voor mijn doe-het-jezelf kaptafel. Ja, dit is echt super makkelijk. Ik heb gewoon een krat gehaald bij, ja, ik weet niet. Ik vond hem gewoon in mijn huis. Hierop zet ik gewoon de spiegel. Deze komt van de Action. En daarna kun je gewoon in de krat zelf wat dingen neerzetten. Dan is je doe-het-jezelf kaptafel alweer klaar. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet ook niet Cindy's video te kijken. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!